Reggie, 0-0. Welkom terug bij de Bosuil. Wat vond jij van de wedstrijd? Het was een gesloten match. En ik was ontgoocheld over onze eerste helft. Omdat ik vond dat er mogelijkheden lagen en dat we te weinig durven voetballen hebben. Ondanks dat wij gestart zijn met twee spitsen. Omdat wij hebben toch niks te verliezen, vind ik. Wij moeten dit jaar proberen wij een nieuwe identiteit te geven aan Aalst. Met goed voetbal, combinatievoetbal. En ja, ik blijf erbij dat de eerste helft hebben wij te weinig gedaan. Te weinig gevoetbald in het middenveld. En daar heb ik mij wel even lastig over gemaakt. Omdat je weet dat Antwerpen andere richting speelt, dat ze zeker druk gaan zetten. Maar ik weet ook wel dat ze moeilijkheden hebben om echt kansen te creëren. Dat is een probleem van Antwerpen. Dus hebben we gezegd, oké, maar toch blijven wij vooruit twee mensen voorin houden. En daarmee ook de wissels, Radko er terug bij. Dan Stefan Bal zijn ook allemaal spitsjes. Dus, maar ja, dan is er minder uitgekomen. Antwerpen heeft druk gezet. Met een aantal hoekschoppen waar ik wel wat schrik voor had, omdat ik weet... Rookie Cookie en andere lange mannen gestalten is niet direct onze grote sterkte. Daar zijn er nog een aantal kleine kantjes, maar onze keeper heeft dat goed gedaan. Ondanks dat ik vond dat hij de verkeerde kleur aan had. Ja, zwart. Als trainer heb je tegenwoordig nog weinig inbreng erin. Maar ja, dat is een mogelijkheid. Maar al bij al zijn wij tevreden. We hebben tegen Antwerpen 4-6 gehaald. Ik vond in de heenronde dat wij iets te goed beloond zijn. Dat is dan ook de enige match die we gespeeld hebben, dat we echt iets meer hebben gekregen dan we recht op hadden. Maar vandaag vind ik het terecht uitslag. Spijtig dat het 0-0 is voor de toeschouwers, geen doelpunten. Maar ja, voor ons is dat iets leuk, de 0 houden op de Bosuil. Dus wij gaan de eindejaarsfeesten op een rustige manier vieren. Oké, alsjeblieft. Ja, coach, Rookie Cookie houdt de 0, zouden we zeggen. Maar toch blijft het oude probleem scoren. Ja, klopt, Rudy. Zoals mijn collega aan de andere kant vertelde, Reggie, dat het was een gesloten wedstrijd, dat was zeker. Ondanks dat denk ik toch dat we toch wel vier hele aardige kansen hebben gehad en daar moet er eigenlijk echt wel één van in. En als ik de tweede helft dan weer zie met William en ik zie met Tano, goede loopactie, krijgt de bal, gebruikt zijn lichaam goed, gaat de 16 in. En dat is altijd weer een cliché, als je op de training bent, dan schieten ze al die ballen weer in die kruising. En in de wedstrijd lukt het weer net weer niet, hè. Natuurlijk staat er ook een keeper aan de andere kant, dat begrijp ik ook. Maar oké, ik denk dat het al met al 0-0. Meer zit er niet in, Rudy. Nochtans, een paarse keeper, dat moet toch een doelschijf zijn, neem ik dan aan, om op te schieten. Ja, voor de spelers, hè, dat zou je zeggen. Maar het is niet gelukt. En weer niet, hè, zoals we al vaker hier hebben gezeten. De kansen die je wel krijgt, want je krijgt altijd die kansen. Alleen het vizier staat niet op scherp. Ja, en dat is toch wel een puntje waar we aan moeten werken. Oké, vragen? Rudy, is hoekschoppen geen werkpunt ook, niet buiten scoren vermogen, ook hoekschoppen? Moeten we er niet meer mee doen? We trainen altijd op hoekschoppen staan. Maar het komt niet uit vandaag, ook niet. Ja, maar we trainen altijd op hoekschoppen. Goed verdedigd, hè? Sorry? Goed op verdedigd, hè? Ook al? Kan ook. Hier. Wat zou je van je eerste maanden als coach van Antwerpen nu net voor het einde jaar? Hoe kijk ik daarnaar? Het is natuurlijk ups en downs geweest, positieve en negatieve dingen. Maar ik pak alles positief, want ik weet waar we mee bezig zijn, ik weet hoe het in de club is. En we zijn nu met de toekomst bezig, hè, dan heb ik het wel eens meer gezegd. En we zijn druk bezig om na de winterstop versterking te gaan halen. En op de posities waar wij het echt nodig hebben, dan kunnen jullie zelf invullen waar het is. En, want ik ga dat niet hier nu vertellen, maar wij willen nog zeker in de tweede helft van het seizoen iets gaan betekenen. En heb ik niet over dat wij nu natuurlijk top 5 kunnen gaan spelen. Dat willen we graag, maar dan moeten we heel veel punten halen. Maar wel kijken of we nog iets kunnen gaan doen in een play-off. En ja, als het lukt om de juiste spelers daarvoor te krijgen, dan zou dat mooi zijn. De komende week eruit, de training en stage, is er een stageplan? Morgen trainen ze, lopen ze uit, thuis. Toevallig vandaag of morgen. En maandag komen we op de Bosuil weer om 10 uur bij elkaar. Geen stage? Geen winterstage? Nee, want we hebben geen tijd daarvoor, Stijn. Want we hebben de derde al de voetbalbattle. En dan die week erop spelen we hier alweer tegen Kortrijk. Dus geen tijd voor. We hebben geen geld. Wel tijd, maar geen geld. Ah, zo. Ik durf dat eerlijk zeggen.
ik ken het probleem hier ook, dus... maar wij gaan geen transfer doen. Maar geld hebben we niet. Terug op de Bosuil, daarvoor gaan was het meer. Geld hebben we hier ook niet. Oh, nu ben ik hier over 14 dagen ook geweest, kom ik hier altijd graag. Als trainer bedoel je? Als trainer. Ik ben hier altijd graag, hè. Ik word hier altijd goed ontvangen. En iedereen refereert dan natuurlijk altijd terug naar de toffe tijd die er toen geweest zijn. Hè. Was er elke dag feest, ja. Dat is logisch dat je altijd wint. Dat is plezant. Maar ja. Het zijn andere tijden. Hè. Ik bedoel, de club blijft zich, hoe moet ik het zeggen, verder sleuren, verder trekken. Maar ik vind wel, en ik heb dat in de heenmaatje ook gezegd naar Richard toe, dat... Antwerpen beter voetbal speelt dan vorig jaar, vind ik nog altijd. Het probleem is ja, kansen creëren en afmaken, denk dat dat het probleem is. Maar voor de rest vind ik Antwerpen duidelijk beter voetbal spelen dan vorig jaar. Dank u wel. Alsjeblieft. Richard, als je niets meer te verliezen hebt dit seizoen, is het dan niet het moment om een klein beetje te gaan experimenteren? Andere jongens misschien de kans te geven of andere systemen uit te testen? Na de winterstop gaan we kijken, Chris. Oké? Eerst morgen nog een 35 punten dat je gered zit, want die mannen die experimenteren.